categorie MMA onder de 70 kilogram. En de eerste partij die we gaan bekijken voor de eventuele winnaar hiervan die in de finale zal uitkomen, is die tussen Daniel Dörr uit Duitsland tegen Mohamed Abdallah. De partij die op het scherpste snede gestreden zou kunnen gaan worden, waar het niet dat Abdallah meteen laat zien van ik ben de baas jongen en ik heb hier het verhaal in handen. Hij is sterker, hij is groter, hij is agressiever. En dat zie je ook terug in die wedstrijd. Hij is de man die uitdeelt, die tikken geeft. Low kicks naar het bovenbeen daar van Dörr. Staat daar vast tegen die touw aan. Dat is geen handige plaats om te zijn. Daar moet je weg. Je kunt moeilijk dan weg. Als je blijft hangen, krijg je ze op je benen links en rechts. En Abdallah is een man die veel kan. Ondanks dat hij pas 9 partijen heeft gewonnen en 1 verloren, is hij een man van formaat die veel zal gaan kunnen laten zien. Je ziet ook weer Dörr die achteruit moet, krijgt knieën keer op keer. Rechtse hoek eroverheen, linkse hoek eroverheen. Op het lichaam staat vast in die touwen. Low kicks. Ja, dit gaat niet goed. Dit zal problemen gaan opleveren voor Daniel Dörr, die toch met veel meer partijen hier de ring in kwam. Met een groot verwachtingspatroon. Hij heeft er 163 gewonnen. Maar kijk hoe hij hier door deze Abdallah wordt weggezet als een beginneling. Tegen die touwen aan, weer. Die opstoot op die kin, dat doet zeer. En je ziet de koele blik van Abdallah naar zijn coach. Hij knikt met zijn hoofd. Hij weet, ik heb deze man waar ik hem wil hebben. Daar een knockdown, lijkt het zo. Nee, zegt Dörr, ik krabbel overeind. Maar goed, dat kunnen we eigenlijk wel verwaarlozen. Want hier, Abdallah is de man van de wedstrijd. Hij wint deze partij dik. En zullen we hem straks terugzien in die finale hier in het Ruhr Congreshalle in Duitsland, in Bochum. Deze wedstrijd. En wij gaan door naar de finale in het zwaargewicht. Giyad Seran tegen Mohamed Abdallah. Een wedstrijd waar met spanning naar is uitgekeken door de vele toeschouwers hier. Rechts van u, dat is Mohamed Abdallah tegenover hem Giyad Seran. De Duitser, hij won van Jelkim Adamay. En Abdallah deed het van Daniel Dörr. Maar hij is sterk, Abdallah meteen naar voren. Die man die zoekt die wedstrijd op, die zoekt die tegenstander op. Is heel dominant in die wedstrijd. Sterk is wat langer, heeft een wat reach, grote reach voordeel. Seran probeert daar dichterbij te kruipen. Weer die lange stoot van Abdallah. Ja, en Seran die heeft daar toch te weinig in huis, ook in die clinch. Uiteraard, dat mag niet al te veel in die wedstrijden, dat weet ik wel. Maar dan toch, het zijn genoeg korte momenten die Abdallah kan gebruiken om die knieën te plaatsen. En kijk eens even hier, hoe goed hij dat doet. Hoe mooi. Abdallah is gewoon beter in die clinch. En daar moet Seran weg. Die moest zich niet laten verleiden tot een lijf aan lijf gevecht. En hij tuint er steeds in. We zijn in 103 inmiddels. We kijken nu naar een furieus aanvallende Seran die probeert te redden wat er te redden valt. Hier tegen deze Mohamed Abdallah. De man uit Jordanië, hij brengt er weinig van terecht, deze Seran. Want Abdallah is gewoon te sterk, te machtig, te totaal voor hem. Hij is wat beter, agressiever is hij zeker ook. En zowel in die clinch, daar moet hij gewoon wegblijven, Seran. Want vooral omdat Abdallah iets groter is, pakt hij hem steeds goed aan. Kijk eens hier, rechterhoek daar, stoot er regen op het hoofd daar van Seran. Weer eentje, Seran probeert het wel. Dan moet je hem nageven, een moedige vechter. Maar tegen deze Mohamed Abdallah is maar weinig kruid gewassen, hoor. Kijk eens hier, hoe hij stoot, hoe hard hij gaat. Maar respect voor die Seran, hij knokt wel terug. Ondanks de harde stoten die moet incasseren van deze Mohamed Abdallah. Blijf gaan, maar het is vechten tegen de bierkaai, in dit geval tegen Abdallah. Want kijk eens, loopt naar voren, hij neemt ze. Dat moet je wel even aangeven. Hij neemt die stoten, blijft incasseren en vertikt het hem op te geven. Knokt wel hard naar voren, maar kijk eens hier, wat een stoten die krijgt te verwerken in deze wedstrijd. De laatste ronde. Harde knieën gemaakt door Abdallah. Bijna raak op het hoofd. Hij blijft staan. Seran blijft daar, probeert te ontwijken. Maar dit is eigenlijk geen partij meer. Want de vermoeidheid staat nu ook toe bij Seran. En ik geef je te doen om tegen zo'n sterke grote man als deze Abdallah te blijven staan. Maar hij vecht dus een vechter, een geboren vechter, Seran. Probeer het terug te geven. En dan einde verhaal. De winnaar zal ongetwijfeld komen uit de hoek van deze man, Mohamed Abdallah. En hij is de man die we straks gaan terugzien bij die grote A1 Champions League finale in Rotterdam. Mohamed Abdallah!